ex-hoofdredacteur van de Playboy Jan Heemskerk en zijn collega Marcel Langendijk vinden dat vrouwen tegenwoordig helemaal niets meer van mannen snappen. En daarom hebben ze een workshop opgesteld. De zelfbenoemde experts denken dat ze vrouwen in 4 uur tijd alles kunnen leren over wat een man wil. En ik ben hier vandaag, want Jan heeft mij een berichtje gestuurd. Hij denkt dat ik een cursus nodig heb. Dus Jan, kom maar op. Als jonge single is het altijd handig om te weten hoe de man te pleasen. Maar eenmaal binnen lijkt het meer op een met witte wijn overgoten MILF-conferentie dan een bijspijkercursus. Werk aan de winkel dus voor de 2 mannetjes. Nu is er een workshop mannenkunde. Waarom? Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die eigenlijk stiekem geen idee hebben hoe ze hun man echt gelukkig moeten maken. En de meesten willen het ook helemaal niet. Maar hier zitten er dan toch 50 die dat wel willen. En denken jullie dat mannen er heel erg blij mee zijn dat jullie met z'n tweeën dit aan ons vrouwen gaan vertellen? Als die vrouwen zouden luisteren naar wat wij straks gaan vertellen, dan kan ik je verzekeren dat die mannen daar heel blij van worden. Maar wat is de grootste misvatting bij vrouwen? Dat ze denken dat het om hun draait? Dat is geen misvatting, dat denken jullie echt. Wat staat er op de cover van elk mannenblad? Een vrouw. Wat staat er op de cover van elk vrouwenblad? Een vrouw. Ik zie aan jou dat je denkt van waar gaat dit over? Nee, je snapt het niet. Ik sta er heel objectief in. Echt zo jammer dit. Zo zie jij zo jong en nu al verbedorven. Echt zo jammer. Dames en dames, we zijn geen heren welkom hier behalve wij. Wij weten dus alles, maar dan ook alles over mannen. Een heleboel over vrouwen, maar veel meer over mannen. Er worden nu allemaal vragen gesteld over wat mannen leuk vinden of willen. Waarom bestellen mannen altijd carpaccio? En daar moet ik dan antwoord op geven. Uit welk land komt het biertje Guinness? Wat moet een man aan? Dit is een makkie. Wie is Max Payne? Is dit? Marcel, lopen maar even rustig mee. Want A, een fairway wood. Wat heb ik nou aan deze vragen? Nu weet je eindelijk wat ons bezighoudt. Score ik ook punten als ik aan jullie vertel hoeveel Rambo-films er gemaakt zijn? Ja, natuurlijk. Dit zijn juist de dingen. Dit zijn van die zinloze, leuke feitjes waar wij ons mee bezighouden. Maar stel je nou inderdaad voor dat jij weet hoeveel Rambo-films er zijn. Dat zou ik zo cool vinden. 6. Ja, dat is geweldig. Wat knap. Is het goed? Nee, maar dat geeft niet. Blij met elk antwoord. En mannen willen vrouwen heel graag terug achter het aanrecht. Geen laf tilapia filetje met quinoa of warme geitenkaasmeuk. Nee, echt mannenvlees. Hier achter me leren de dames hoe je nu het allerbeste een steak kan bakken voor je vent. En hier ligt er al een stukje. Oh. Ja, die is wel echt heel lekker. Ik heb dus gehoord dat we straks ook nog sekstips krijgen. Ja, ik ook. Kom je daar misschien een beetje voor? Nou, dat is toch altijd wel spannend, hè? Denk je dat hier veel gefrustreerde vrouwen zijn? Nou, dat ga ik niet hardop zeggen, maar ik denk het wel. Ja. Neem in godsnaam een keer het initiatief. Je hoort wel eens vrouwen zeggen, ach ja, zo'n man komt toch altijd wel klaar. Het mooiste vind ik hieraan dat alle vrouwen met open mond naar deze 2 mannen zitten te luisteren. Natuurlijk in tegenstelling tot jullie zelf, die eerst met liefde moeten worden opgewarmd. Weet je wat dit nu eigenlijk is? Daarna urenlang aan secundaire erogene zones moeten worden gestreeld. Het zijn eigenlijk 2 zeurende oude mannen die vragen om liefde. Terdege aan de voet geslobberd. Genegenheid. En langdurig platgeneukt, alvorens jullie eindelijk van je welverdiende meervoudige orgasme kunnen genieten. En heel veel meer. Die mannen weten niet wat er gebeurt als ik dadelijk op mijn eerste date kom. Ik weet alles. Ik weet hoeveel Rambo-films. Het misverstand, Gwen. Het misverstand is dat als je alles van mannen weet, die mannen worden daar zo blij van. Als jij gewoon doorpakt en zegt van schatje, ik weet wat je allemaal probeert, maar ik weet alles al. Zal ik het even de leiding nemen? Die gasten die gaan op hun knieën, die zakken, echt zo weg en zeggen, oh godin, trouw met mij. En geef mij 6 kinderen. Dat is echt waar. Nou, ik ga het uitproberen en dan keep je posted of het echt heeft gewerkt. Bye.